Piet, laat alsjeblieft iets van je horen. Bel me terug. Wij zijn nog niet klaar. Ik moet nog van alles doen. Ik moet nog de tassen pakken. Ik moet Lana nog... Jij gaat niet. Ik kan het me niet veroorloven. Ik kan mijn zusje niet in de steek laten. Als we de presentatie uitstellen, dan denkt iedereen dat er iets mis is met de app. Ik moet naar Wiet. Pien, alsjeblieft, ik weet niet wat er met haar is. Ze was in paniek, dat hoorde ik aan de stem. Het zal allemaal wel meevallen. Hoe weet jij dat nou? Ze belt mij en ze zegt dat ik onmiddellijk moet komen. Ze heeft al tickets geboekt. Het is Wiet, die maakt overal een ding van. Mijn zusje zit in de problemen. Er zal misschien ook wel wat zijn, maar dat is nog geen reden Pien, om nu... alsjeblieft, ik vraag je om hulp als vriend. Neem die presentatie voor me over. Desnoods werk ik de hele nacht door om alles tot in de puntjes voor je voor te bereiden. Alsjeblieft. Sorry. De app is te belangrijk. Jij bent er morgen gewoon bij. Anders heb ik geen baan meer.